2021 begint langzaamaan op zijn einde te lopen. We blikken dan meestal terug op hoe het jaar er voor onszelf uitzag. De redactie van Showbiz24 pakte dat anders aan. Welke 10 bv's maakten dit jaar een zot jaar mee? Hadden veel diepte- en hoogtepunten of hadden juist veel invloed? We maakten een top 10 en op 10 beginnen we met James Cook. Want zowel privé als professioneel zag 2021 er fantastisch uit voor hem. In het begin van het jaar maakte hij Leef, een programma op Play 4, waar James kennis maakte met zes mensen die terminaal ziek zijn. Hij maakte van elk van hen een prachtig portret en gaf zo ook aan de nabestaanden een mooie herinnering mee. Hij zelf heeft aan de Cook Verhulst Show ongetwijfeld ook mooie herinneringen. Naast een van zijn beste vrienden, Gert Verhulst, maakte hij de succesvolle talkshow. Recent toonde hij ook zijn nieuwste creatie, James the Musical. Een nieuw format waarmee hij een musical naar het grote publiek trekt. Hij maakte van acht bekende Vlamingen hun leven een musical. Ook een kijkcijferkanon. Professioneel ging James Cook ook nog een uitdaging aan dit jaar. Samen met nog andere bv's trok hij over de oceaan. In 18 dagen zeilen ze de Atlantische Oceaan over. Het resultaat daarvan zien we volgend jaar op Play 4. Maar ook privé was 2021 een topjaar voor James. Begin augustus trouwde hij met de liefde van zijn leven, Dorian. In 2022 gaat het succes van James Cook ongetwijfeld verder. We zijn alvast benieuwd wat hij nog voor ons in petto heeft.